Toen ik samen met de verhuurder Jan op de tweede verdieping kwamen, liep Kezel uit zijn kamer om te kijken wie er naar boven kwamen. Jan zei, dag Kees, hoe gaat het? En Kees zei, is dat zijn nieuwe huurder? Kees was een oud matroos, zowel op de binnenvaart als op de grote vaart. Hij kreeg graag de Discovery Channel, lustte graag een biertje en verzamelde zusken en whiskers. Een grappig woord dat hij wel eens noemde, wat vooral bij ambtelijke stukken is, ik word hier verneukeriseerd. Jan liet mij mijn kamertje zien, die boven de keuken was en naast de badkamer. En het raam op het zuiden, het was slordig gelatigd. Met hangers en druipers. En de kozijnen waren ook meegelaterd. Op de vloer lag goedkoop riptapijt. Deze kamer zou mij 300 gulden per maand gaan kosten. Ik ging naar de rondleiding bij de supermarkt, jokje drink en krentenbollen halen. Toen ik samen met de verhuurder Jan op de tweede verdieping kwamen, liep Kees uit zijn kamer om te kijken wie er naar boven kwamen. Jan zei, dag Kees, hoe gaat het? En Kees zei, is dat zijn nieuwe huurder? Kees was een oud matroos, zowel op de binnenvaart als op de grote vaart. Hij kreeg graag de Discovery Channel, lustte graag een biertje en verzamelde zusken en whiskers. Een grappig woord dat hij wel eens noemde, wat vooral bij ambtelijke stukken is, ik word hier verneukeriseerd. Jan liet mij mijn kamertje zien, die boven de keuken was en naast de badkamer. En het raam op het zuiden, het was slordig gelatigd. Met hangers en druipers. En de kozijnen waren ook meegelaterd. Op de vloer lag goedkoop riptapijt. Deze kamer zou mij 300 gulden per maand gaan kosten. Ik ging naar de rondleiding bij de supermarkt, jokje drink en krentenbollen halen. Toen ik samen met de verhuurder Jan op de tweede verdieping kwamen, liep Kees uit zijn kamer.